Welkom allemaal. Het is op mijn klok 11 uur, dus we gaan de webinar beginnen, of de online sessie moet ik zeggen. Vandaag hebben we 5 sprekers met 1 gezamenlijke missie en dat is namelijk het verbeteren van de digitale werkplek voor zorg. Dat is een heel breed onderwerp en omdat het meer is dan alleen Workspace 365, hebben we natuurlijk ook andere sprekers uitgenodigd op basis van de vorige sessie. Dus op 15 april hebben we een sessie georganiseerd waarbij we samen met 42 zorginstellingen hebben gekeken naar wat is er mis met de huidige digitale werkplek, waar loopt innovatie mis. Die resultaten ga ik zo met jullie delen. En op basis daarvan hebben we ook sprekers uitgenodigd om jullie te helpen om die dingen te verbeteren in jullie organisatie. En uiteindelijk ook zijn dit mensen die jullie daar uiteindelijk ook nog verder mee kunnen helpen. Dus mocht je in het verhaal iets zien waar je nu al meteen iets mee kan, dan heb je er iets aan. Maar je kunt natuurlijk ook nog kijken van, hey, misschien kunnen zij ons ook nog verder helpen. Voordat ik verder ga, wil ik nog 1 ding met jullie delen. Wij kunnen niet zelf de digitale werkplek voor zorg verbeteren. Dat is echt iets wat we met z'n allen moeten doen. Om die reden hebben we ook een Chromebook voor de beste bijdrage. Dus dat wil zeggen de beste suggestie in de chat, de beste vraag of de beste, mag ook nog na afloop een mailtje sturen met de suggestie. De persoon die het beste meewerkt, die kan een Chromebook winnen. Zodat we samen de digitale werkplek voor zorg kunnen verbeteren. We hebben al veel contact met IT-managers in de zorg en communicatiemanagers. Maar alle inzichten zijn welkom. Dus deel vooral de informatie die jij hebt over de zorg. Even kort over mijzelf en over de organisatie waar ik werk. Aan de rechterkant zie je mij. Ik ben product-evangelist voor Workspace 365. Dat houdt in dat ik samen met mijn team kijk naar wat speelt er binnen een bepaalde branche, in dit geval de zorg. En hoe kunnen we zorgen dat daar de digitale werkplek verbeterd wordt. Dus ik ben veel in gesprek met klanten en met potentiële klanten, gewoon mensen binnen de zorg eigenlijk, ook met medewerkers, om te kijken wat het nou is, wat hun werk kan vereenvoudigen. En dat vertaal ik dan weer terug naar bijvoorbeeld informatie in de vorm van deze sessies of in het product naar bepaalde ontwikkelingen. Nou, dat doen we al, met het bedrijf doen we dit al 10 jaar. We zijn in Nederland, we zijn gewoon een Nederlands bedrijf uit Nijkerk. Zijn actief in 16 landen. Daar hebben we IT-partners die ons product weer aanbieden aan organisaties. Inmiddels zijn er meer dan 3000 organisaties die gebruik maken van Workspace 365. Ik zal zo ook een kort overzicht geven van welke bedrijven in de zorg, organisaties in de zorg gebruik van maken. Dan heb je in ieder geval een beetje een beeld van wie we zijn. En dan heel kort wat we doen. We hebben een digitale werkplek ontwikkeld waarin alles voor een zorgmedewerker samenkomt. Dus zowel de applicaties, toegang tot applicaties, dat ze het in 1 keer kunnen openen, als bijvoorbeeld de protocollen uit Freelance Kick of andere documenten die je in je SharePoint of je OneDrive of je fileserver hebt staan. En we proberen steeds meer informatie naar de werkplek toe te krijgen om het werk makkelijker te maken. Nou, zover voor het product. Vandaag gaan we het hier verder niet echt over hebben. Want ik wil vandaag samen met de sprekers jullie helpen om jullie digitale werkplek te verbeteren. Iedere spreker gaat ongeveer 10 minuten spreken en dan is er nog 5 minuten ruimte voor vragen. Dus stel die vooral. Ja, samen verbeteren we zorgwerkplek. Ik heb het net al benoemd. Dit zijn een aantal klanten die gebruik maken van Workspace 365, dan wel via onze partners als via ons. Onder zie je ook onze IT-partners die zich specifiek richten op de zorg. Dus we hebben nog meer IT-partners, maar deze partners zijn het meest actief in de zorg. Dus dat is ook zeker waard om even naar te kijken. En dan wil ik het nu graag hebben over de resultaten van het onderzoek van vorige sessie. Dat was op 15 april. En daar heb ik een samenvatting van gemaakt. En daar wil ik met jullie delen. Dus het eerste wat ik met jullie wil delen is jullie visie op de digitale zorgwerkplek. Dus tijdens die vorige sessie hadden we een online poll waar mensen dan direct antwoorden konden intypen en dat weer konden delen met elkaar. Daar hebben we een verslag van gemaakt. Die is ook te vinden op onze website.
En vandaag gaan we die even kort behandelen. Dus wat er naar voren kwam als sterke punten, drie sterkste punten, was het automatisch een gepersonaliseerde werkplek. Dat een deel is van de visie op de toekomst. Dus dat houdt in dat een zorgmedewerker op het moment dat hij bij de cliënt is, meteen de juiste informatie naar voren krijgt. Terwijl als ze bijvoorbeeld in de trein zitten, juist die informatie niet kunnen zien omdat het onbeveiligd netwerk is. Een andere zorginstelling gaf aan dat dat voor hun al een stapje verder is. Dat zij nog echt bezig zijn ook met de informatie naar voren krijgen van bijvoorbeeld een intranet en dat bij de juiste personen terecht krijgen. Dus dat is één ding waar op gefocust wordt. Andere is alle systemen samenbrengen in één startpunt. Dus dat betekent dat de informatie uit bijvoorbeeld een patiëntendossier, de informatie uit Office 365 en het intranet samen zijn op één plek, zodat mensen niet steeds hoeven te wisselen tussen de applicaties. En als laatste kwam naar voren dat jullie ook aan het kijken zijn naar een veilige cloudwerkplek en dan zonder in te leveren op de gebruikservaring. Op basis van deze punten heb ik ook de sprekers uitgenodigd. Dus voor alle systemen in één startpunt heb ik bijvoorbeeld ook Topdesk uitgenodigd. We hebben ook binnen Workspace 365 Topdesk integratie. En zij gaan ook kijken van hey, hoe kun je dat nou ook inzetten voor meer dan alleen IT. En voor veilige werkplekken heb ik ook SmartLocker uitgenodigd. Daar gaat Don straks iets vertellen over hoe je nou datalekken kunt voorkomen. Een andere vraag was welke innovatieprojecten jullie trots op zijn. En dat is dus ook goed om te delen, want dat kunnen jullie ook natuurlijk kijken van hey, zijn wij daar ook mee bezig? Of is dat iets waar we nog stappen in moeten maken? En ik hoop ook een beetje met deze sessies dat we met z'n allen een soort community creëren, zodat jullie ook elkaar opzoeken om deze informatie weer verder te bespreken. Leukste vond ik dat er bij de twee dingen naar voren kwamen. En dat is, één is het overgang van laptop naar tablets. Daar was een zorginstelling heel blij mee. En een andere zorginstelling die gaf al aan dat ze bezig waren met een vervolgstap, namelijk van tablets naar mobiele telefoons gaan. Een van de dingen die naar voren kwam is dat verslaglegging, dat moet natuurlijk steeds beter worden. En die zorginstelling die van tablets naar telefoons is gegaan, die had als reden van die tablets, die moet je alsnog uit een tas halen en dan iets erin voeren en het dan weer terug doen in een tas. Terwijl een mobiele telefoon kun je gewoon uit je broekzak halen en het dan verslag leggen. Dus dat maakt het makkelijker om direct op de locatie dat te doen. Een aantal andere projecten zijn vanzelfsprekend, zeker nu in deze tijd natuurlijk. Het uitrollen van de Teams chat, de videoconsulten, interviews op afstand. Was een instelling die gaf ook aan van we waren heel blij, want zij hadden net voor de corona hadden ze Teams uitgerold, waardoor ze er al mee gingen werken. Er zijn ook veel organisaties die het nu uitgerold hebben, eigenlijk in spoed. Ik heb straks ook Maria die van Evolve die iets gaat vertellen over digitale kanaalstrategie. Dus hoe communiceer je nou via welke kanalen. Als laatste punt waar jullie trots op waren was het integreren van intelligente formulieren voor zorgplannen in digitale werkplek. Is ook iets wat met Workspace mogelijk is. Dat is dus dat je de formulieren direct in bijvoorbeeld je intranet of je digitale werkplek beschikbaar hebt. Zodat medewerkers ook niet meer tussen die systemen hoeven te wisselen. Nou, welke processen verstoren jullie innovatie? Ik denk dat iedereen deze wel zal herkennen. Een paar leuke opmerkingen erbij. Bijvoorbeeld bij verslaglegging moet intelligenter kunnen. Dat is iets waar we nu ook onderzoek naar gaan doen. Er was een zorginstelling die zei misschien kunnen we onderzoek doen naar het gebruik maken van voice technologie. Dus dat mensen kunnen spreken met hun telefoon om verslag te leggen. Nou, dat zijn punten waar wij ook naar kijken. Om te kijken of we die kunnen oplossen met de digitale werkplek. En ook processen waar dus andere zorginstellingen nu al mee bezig zijn. Wat dus ook interessant is om verder over te spreken. Gezien de tijd ga ik hier nu even niet verder op in. Maar dit staat ook in het verslag. Dus die kun je ook van onze website downloaden. Heb ik hier nog het verbeteren van de primaire en secundaire processen. Een partner van ons, Activity, die is ook heel actief in de zorg. Die laat hier eigenlijk al zien uit hun onderzoek wat de grootste frustratie is ook bij de zorgmedewerkers. En dat is onder andere het vaak inloggen
dat informatie verspreidt en dat het niet op mobiel beschikbaar is. Nou, dat zijn dus ook dingen waar wij mee bezig zijn om te zorgen dat je in Workspace gewoon met één klik je applicatie opent, dat alle informatie daarin komt en dat het dus op ieder apparaat werkt. En in toekomst zullen we daar dan ook weer dingen aan toevoegen om dat nog slimmer te maken. En nou klinkt AI als verre toekomst. Maar dat is het niet, want de AI gebruik je nu al dagelijks met je Google Maps, met je Spotify, met je LinkedIn. Je bent er alleen wat minder bewust van dat je het gebruikt, maar het is gewoon een technologie die nu al gebruikt wordt en dus ook zakelijk gebruikt kan worden. Een van de andere punten, onboarding van nieuwe medewerkers. Ja, dat gaat ook om de digitale employee experience. En daar gaat Christian straks meer over vertellen. Dus daar ga ik nu even niet verder op in. Daar hoor je zo meteen meer over. Ja, dan nog kort. Ik heb tijdens die vorige sessie ook kort onze visie gedeeld op de werkplek. Ik ben blij om te zien dat die ook grotendeels overeenkomt. Natuurlijk zijn we continu aan het kijken naar de toekomst, maar is het ook belangrijk om te kijken naar wat er vandaag mogelijk is om te veranderen. Dus waar wij nu vandaag mee bezig zijn ook, is eigenlijk deze punten. Dus het zorgen dat er steeds meer informatie in de digitale werkplek komt. Zijn micro-apps aan het creëren, dus we hebben nu bijvoorbeeld de VLANs kick-protocollen binnen de werkplek. Je kunt je topdesk binnen de werkplek krijgen, zodat je gewoon alles in één systeem hebt zitten. En we zijn bezig met het onderzoeken naar narrow AI om periodieke taken te vervangen en die slim te maken. Dus dat als iemand, een zorgmedewerker, normaal om 10 uur altijd bij dezelfde patiënt is, dat dan die informatie alvast in de werkplek naar voren komt, zodat ze die niet zelf hoeven op te zoeken. Het zijn hele kleine dingetjes die het werk makkelijker maken. Dat gaat uiteindelijk helpen mensen om tijd te besparen en dus ook weer meer tijd te besteden aan de cliënt. Ik heb nu zelf al 11 minuten gepraat. Ik hou het scherp in de gaten. Zoals ik zei, iedere spreker heeft 10 minuten. En we hebben ook een poll daarbij. Dus ik ga die poll nu openen. En die verschijnt nu op jullie scherm. En dat is de poll: is jullie digitale werkplek al meer dan een applicatieportaal of intranet? Dus zoals ik net al zei, veel zorginstellingen die zijn aan het kijken naar bijvoorbeeld hoe ze Office 365 beter kunnen inzetten. Of hoe ze hun intranet beter kunnen inzetten en er een digitale werkplek van kunnen maken. Dus je kan je voorstellen dat je bijvoorbeeld ook je Teams chat daarin integreert. Of je Yammer feed erin integreert. Zodat alles samenkomt op één plek. Ik zie al resultaten binnenkomen. Ik laat hem heel even openstaan. Dan zal ik zo ook de resultaten delen. Zodat iedereen ook een beeld heeft van, hey, waar staan andere zorginstellingen nu? Kun je zelf een beetje mee vergelijken en kijken waar jullie staan. En dan natuurlijk ook handig om daar dan ook mee aan de slag te gaan. Als je denkt van, hey, dat is iets wat wij ook willen. Als je dat ziet bij een andere zorginstelling. Ik zal ondertussen ook even kijken of er al vragen binnen zijn. Even kijken. Even kijken. Ik zie een vraag. Wordt deze sessie opgenomen? Zeker. Ja. Sessie wordt opgenomen en die zal dus ook gedeeld worden. Kijken. Voor de tijd ga ik de poll sluiten. En dan zal ik ook de poll met jullie delen. Ik zag nog antwoorden binnenkomen. Als het goed is, zien jullie nu de resultaten op het scherm. Zoals je ziet, 60% is de digitale werkplek nog niet meer dan een applicatieportaal of internet. Maar wordt er wel aan gewerkt. Dus dat is mooi om te zien dat dat zo relevant is nu voor jullie. Ik denk dat dat ook de relevantie van deze sessie duidelijk maakt. Er zijn meerdere van deze sessies, er komen nog meerdere van deze sessies. Uiteindelijk is het doel om er ook een offline community van te maken en jullie dus ook samen in contact te brengen met andere IT-managers, communicatiemanagers, H-managers binnen de zorg, zodat jullie ook onderling samen kunnen kijken naar hoe je elkaars werkplek kunt verbeteren. Dan gaan we nu naar de volgende spreker. En dat is Anne. Ik ga Anne haar vragen om haar beeld te delen.
Ja, hoi, goeie. Yes. Anne, dankjewel dat je bent. Ik wil jou vragen om jezelf voor te stellen en te presenteren. Ja, ik denk dat jij even je... dat moet uitzetten inderdaad. Dankjewel. Dan ga ik mijn delen. Even zien. Oké, hallo, welkom. Ik ga jullie wat meer vertellen over het maturity model vanuit Topdesk. Ik ben vanuit Topdesk business consultant. En ik ga jullie wat meer meenemen in de wereld van service excellence. Ik ben Anne van Beuskom. Binnen Topdesk hebben wij verschillende sectoren. En daarin werk ik in de zorg. Vandaar dat ik hierbij aansluit. Topdesk is een oorspronkelijk Nederlands bedrijf. 20 jaar geleden zijn twee studenten dit bedrijf begonnen. Maar ondertussen hebben wij alweer 11 landen en 15 kantoren. En behoorlijk aan het groeien. Binnen zorg doen we ook verschillende klantonderdelen. We hebben 400 klanten, waaronder een GGD, ziekenhuizen, jeugdzorg, ouderenzorg, noem maar op. En met een gezamenlijk team van support, consultants, accountmanagers, proberen we deze 400 klanten te beheren met elkaar. Het is een beetje een greep van de mensen en de organisaties die wij daarbij aanwezig zijn. En misschien ben je nu al aanwezig en zie je je eigen organisatielogo hierbij. Wat ga ik met jullie doen? Ik ga best in een rap tempo. We hebben dus 10 minuten en ik wil wel graag wat tijd overhouden voor wat vragen. Ik ga jullie meenemen in het Topdesk Maturity Model. Hoe je dit kan gebruiken binnen je eigen organisatie. Wat een health check hiermee te maken heeft. En een aantal voorbeelden van organisaties in de zorg die dit hebben toegepast. Ik denk dat het goed is om te weten dat het Topdesk Maturity Model niet per se alleen op de tool Topdesk te passen is. We hebben dit geïnspireerd vanuit verschillende organisaties en van de markt, en waar onder andere Gartner. Hij ziet er op dit moment zo uit. Wij kijken naar twee assen, de horizontale en de verticale as. Waarbij de ene kant we kijken naar hoe erg gefocust ben je op je interne afdeling of afdelingen. En dat je kijkt naar je... naar je klant en meer extern. En hoe doe je dat? Is dat heel erg kostengedreven of waardegedreven? Om hem iets uit te verdiepen is het volgende plaatje. Bij een niveau 1 ben je heel erg ad hoc bezig. Komen er dingen op je af? Pak je het dan ook op? Zit je in een branches plus modus eigenlijk. En hoe verder je naar je niveaus 5 gaat, hoe meer je bekeken wordt richting de klant. Dus als jij uiteindelijk naar een niveau 4 en naar niveau 5 gaat, ben je echt een partnership aan het creëren met je klant om samen waarde toe te voegen. Leuk om te weten, er zitten echt wereldwijd maar iets van 5 organisaties. En dan hebben we het echt over een Google of een Microsoft die op een niveau 5 zitten. Dus dat is nogal wat. En een gemiddelde topdeskklant zit op een niveau 2. Je kan je voorstellen dat over verschillende onderwerpen die je binnen je eigen organisatie hebt, maar ook binnen je afdeling, dat je niet in zijn algemeenheid kan scoren op een niveau 2 of op een niveau 3. Daarom hebben we dit onderverdeeld in verschillende dimensies. Dus we kijken naar een klant bijvoorbeeld, hoe erg gefocust ben je met je klant en je samenwerking daarop. De cultuur en de gedrag hiervan van mensen heeft heel veel invloed op hoe je je organisatie in je afdeling beweegt. We kijken naar automatisering. Maar ook je partnership met je leverancier. Ben je echt een regieorganisatie? Of heb je nog alles in huis? Maar ook, hoe zijn je processen opgedeeld? Je kan je voorstellen dat dit is een kapstok voor heel veel verschillende dingen. Binnen Topdesk is het ook best wel breed inzetbaar. En niet alleen voor één afdeling, maar ook voor meerdere afdelingen. En net zei Mark bijvoorbeeld ook al over één ingang vanuit je klant. Dat komt allemaal samen in deze dimensies en het model. Ik heb hem heel kort uitgelegd. Ik ga nog heel eventjes terug. Want mijn pollvraag gaat zo meteen starten. Dus ik ga zo meteen Mark vragen of hij wil starten. En ik ga vragen waarvan jullie denken dat op welk niveau jullie zelf zitten binnen de organisatie. Even kijken of het kan. Ja, ik zie dat Mark net start. Dan doe ik hem denk ik eventjes terug, want het is misschien wel zo leuk. Dus op een niveau 1 zit je heel erg in de branchesmodus. Maar ook op een niveau 2 kijk je iets meer naar bijvoorbeeld een productdienstencatalogus, naar een digitale portal.
En op een niveau 3 ga je echt samen met je klanten dingen ontwikkelen of processen optimaliseren. Maar denk je ook wel te denken dat je je klant kent. En bij een niveau 4 ga je pas echt samen dat doen. Nou, ik ben benieuwd of ondertussen Mark hem ook al kan delen of er al iets bekend is. Ik zie al veel antwoorden binnenkomen, maar ik zie dat hij nog heel erg verspringt. Dus ik wacht nog heel even. Ja, dat is goed. Tot nu toe zijn niveau 1 en 2 aan de leiding. Oké. Ja, dat is ook helemaal niet zo gek. Dat zien we wel vaker. Is denk ik ook juist de plek waar een topdesk kan helpen. En het is des te leuker dat je dan ook nog eens een keer kan groeien. We zien ook wel dat er veel gegroeid wordt op een bepaalde dimensie. Dus dat bijvoorbeeld organisaties of afdelingen een jaarplan hebben die zich focust op één van de dimensies. Yes, ik zal hem delen. Ja, er zijn nog wel antwoorden binnenkomen, maar hier komt hij. Ja, oké. Okay. 37% zegt niveau 1 en daarna wordt hij inderdaad steeds kleiner. Gaaf om te zien dat er mensen denken dat hun organisatie op niveau 5 zit. Dat vind ik heel leuk. Des te geïnteresseerder ben ik wie dat dan ook zijn. Ik ga even door. We zien de tijd. Nou, het model kan je niet alleen gebruiken voor als praatplaat, maar zien we wel heel erg veel. Dus we zien dat organisaties dit gebruiken om in gesprek te gaan met niet alleen binnen hun eigen afdeling, maar ook de verschillende ondersteunende afdelingen. En des te leuker nog eens een keer een klant. En dat zien we ook wel in visiegesprekken die wij doen. Dus als je denkt, nou dat vind ik superleuk om eens een keer dat op te pakken, dan kan je altijd contact met mij opnemen. En in die visiegesprekken zien we eigenlijk ook wel vaak dat het eerste moment is dat er überhaupt een samenwerking aankomt. Of dat men het over deze gesprekken heeft. En daarin zie je vaak heel veel verschillende meningen en discussies ontstaan. Des te leuker is het om met elkaar te groeien. We zien ook wel dat je hem kan neerzetten van, nou, we willen gaan groeien en een succes, bijvoorbeeld wat ik net zei. We gaan van een dimensie klant van een niveau 2 naar een 3. En dat je dat ook gaat vieren aan het einde van het jaar of de periode. En des te fijner is je dan een voor- en een nameting hiervan hebt. En die hebben wij ontwikkeld. En dat is een health check. Daar ga je ook even mee meenemen. Wij hebben op dit moment 3 soorten health checks. De eerste is een mini health check die gratis is en die een hele kleine inkijk geeft op wat we dan meten. Goed is om te weten, deze health check is wel wat meer specifieker op topdesk als tool, maar een standaard en een uitgebreide health check kan zeker voor andere systemen ook, als we toegang of rapportages krijgen vanuit die systemen. Een standaard health check bestaat uit alle dimensies, waarentegen de mini health check maar 3 dimensies samenvat. En een uitgebreide health check kan je namelijk ook nog eens een keer zeggen dat je zelf een bepaalde dimensie heel erg interessant vindt en dat we daar een verdiepingsslag op nemen. Of dat je bijvoorbeeld zegt, ik wil toch een upgrade plan hebben. Of ik wil een klanttevredenheidsonderzoek. Dat zou hier ook kunnen. Waarin moet je nou kijken welke health check nou bij jou past? Kijken we eigenlijk op 2 punten. 1 is welke dimensies wil je onderzocht hebben? Wil je bijvoorbeeld bij processen, de basisprocessen, of wil je een specifiek proces hebben uitgezocht? Dan zou je het beste een uitgebreide health check kunnen doen. Maar de basis is vaak een standaard. En bij rapportages kijken we of jij het interessant vindt om 1 bepaalde afdeling te bekijken. Of dat je meerdere afdelingen wil vergelijken met elkaar. En zou je graag meerdere afdelingen willen vergelijken, dan is een uitgebreide health check het fijnst. Deze zien we het meeste, omdat je dus wel wil kijken wat is mogelijk binnen mijn organisatie en ben ik bijvoorbeeld koploper of juist niet. En je bent natuurlijk met een ondersteunende diensten in dienst voor je primaire proces. Nou, een uitgebreide en standaard health check bestaat eigenlijk uit 4 punten. 1, we bekijken echt de tool topdesk, dus we trekken rapportages hieruit. Wat ik net al zei, dit zou dus ook met een ander systeem kunnen. We kijken en spreken veel met sleutelfiguren, dus we gaan ook jullie interviewen. Maar we gaan ook bijvoorbeeld meelopen met servicedesken. Dus we vergelijken die conclusies met elkaar. Dus komen de cijfers en de data overeen met de gedachten en gevoelens van mensen. En deze bevindingen en aanbevelingen plotten wij in een roadmap. Nou,
Ik wil jullie meenemen naar twee voorbeelden van zo'n roadmap en van een health check binnen zorgorganisaties. Waarvan de eerste een grote partij is binnen gehandicaptenzorg. Het was een uitgebreide health check en deze organisatie is vrij groot. En zij zaten op dat moment op een niveau 2. Ze hadden een extreem sterke ambitie om naar een niveau 2 à 3 te gaan. Waarbij de dimensies automatisering en leveranciers al goed onderweg waren. Waarvan ze ook hebben gezegd, laten we die uitsluiten van de health check. En ons wat meer focussen op de dimensies klant, proces en gedrag en cultuur. Dat hebben we dan ook gedaan. En daarom hebben we dan ook een aanbeveling gedaan hoe ze van zo'n niveau 2 naar een 3 à 4 kunnen. Ik ga een beetje meenemen hoe dat zit. We hebben eigenlijk drie stappen gedefinieerd. Waarvan stap 1 is echt het eerste gedeelte. En je kan je voorstellen dat dit een meerjarenplan is. Er zat ook geen quick wins bij dit onderdeel in. Waarin tegen de volgende voorbeeld die ik ga geven zat wel een quick wins. Maar waarom is dat ze wilden super graag optimaliseren. En dat kon niet echt als je je boek, je basis en je stamgegevens niet op orde hebben. Dus dat kwam ook wel uit de health check. Ze bleven eigenlijk in rondjes draaien waarom het niet lukte om een CMDB of een wijzigingsbeheer te optimaliseren. En vandaar dat wij een workshop hebben bedacht en op maat hebben gemaakt voor die basis- en stamgegevens. En uiteindelijk zijn er ook wel wat quick wins doorgevoerd met ondersteuning van de functionaliteiten. En als laatste stap kwam er echt meer een self-service portal en het testen en het migreren naar voren. Nou, nu is die workshop geweest, zijn alle diensten en basis- en stamgegevens in kaart gebracht, zijn er SLA's opnieuw ingericht en is de self-service portal geoptimaliseerd. Deze bestond al, alleen sloot dus niet helemaal aan. En uiteindelijk is er ook een uniforme werkwijze doorgevoerd voor de CMDB en de hardwarebestemming. Het volgende voorbeeld is een ouderenzorg in het noorden van Nederland. Dit was een normale health check, dus een standaard health check. En deze organisatie zat op een niveau 1. En waarom? Dat is misschien wel interessant. De organisatie gebruikte Topdesk voor ICT al best wel goed. Maar de facilitaire afdeling hing er een beetje bij. Uiteindelijk wilden ze zich echt gaan samenvoegen. En hebben we geconstateerd dat ze echt eerst één hele shared service omgeving moesten hebben. Dus we hebben de oude omgeving laten doodbloeden, maar we hebben alle nieuwe informatie in een nieuwe omgeving gezet. En dit was een gezamenlijk effort van de twee afdelingen, waardoor je dus ook meer commitment gaat creëren en wordt het ook een gezamenlijk portaal. Het is een plan van aanpak geweest, we moesten behoorlijk wat trainen, want het kennisniveau was laag. En uiteindelijk zijn daar de modules ingericht. Maar het Shell Service Portal hebben we opgesplitst in fase 2. Dus fase 1 bestond uit het eerste halfjaar en fase 2 uit de tweede helft van het jaar. En hier kwamen echt veel meer de workshops en de trainingen naar voren. Omdat vooral bij gedrag en cultuur echt een onderdeel was waar aandacht aan moest worden besteed. En op langere termijn, het jaar 2 eigenlijk, kwam weer meer richting de sturingsrapportages en het vervolg van de self-service portal. En uiteindelijk hebben we gezegd, daarna gaan we wijzigingsbeheer doen. Die is wel belangrijk, maar niet zo belangrijk genoeg voor de andere. Nou, tot nu toe hebben we een shared service portal die er super goed uitziet. Is fase 1 en 2 afgerond en beginnen ze binnenkort met fase 3. Nou, ik ben echt al ontzettend veel aan het praten. En aangezien Mark op de tijd zit. Ik ben wel benieuwd of er wat vragen zijn. Ik ga eens eventjes kijken wat dat daadwerkelijk is. Ik heb in ieder geval één vraag. Merk je ook dat bij organisaties stakeholders anders denken over in welk niveau zij zitten qua organisatie? Want ik kan me voorstellen dat als jij zelf bijvoorbeeld verantwoordelijk bent voor de IT, dat je misschien zelf ook net iets hoger inschat dan bijvoorbeeld de andere managers. Ja, we zien een groot verschil tussen als we de vraag stellen van, binnen verschillende medewerkers, welk niveau zitten jullie? En dan komt de discussies en de interessante ontwikkelingen. Onlangs heb ik een health check gedaan en waarin iemand zei ik zit op een niveau 4. En toen zei de ander nee joh, niveau 1. Nou en dan is het erg interessant waarom. Vandaar dat we ook die dimensies hebben ontwikkeld. Omdat het best wel kan zijn dat je een gemiddeld niveau hebt, maar dat je misschien uitblinkt. En omdat als jij bijvoorbeeld procesmanager bent en je hebt heel veel contact met het primaire proces, kan het best zijn dat jij denkt dat je op dat gedeelte, en dat misschien ook bent, heel erg goed met je klant overweg kan. Maar wie zegt dat in zijn algemeenheid?
is. En daar kan echt wel flinke verschillen in zitten. Maar dat betekent ook dat je je focus kan switchen. Je kan zeggen, hey, dat hoeft niet, maar op ander vlak hebben we nog helemaal geen contact met onze klant. Dus ja, er zit een verschil in. Ja, leuk om te zien. Ik zie nu verder geen vragen. Als jullie trouwens vragen hebben, een van de sprekers aan het einde stuur ik nog wat documenten door. Sowieso de presentaties en wat extra documenten die gedeeld zijn. Dus daar kun je ook nog contact op nemen. Ja, ik zie één vraag en die is misschien wel interessant en die ga ik heel kort beantwoorden. Ja. Er wordt een vraag gesteld vanuit Marco. Is niveau 4 en 5 uiteindelijk ook kostenefficiënter? Dat antwoord... zou in de theorie ja zijn. Dat ligt gewoon heel erg aan je organisatie. Dat is heel erg specifiek. Maar wat we wel zien, is dat omdat je uiteindelijk partnership bent met je klant, ga je ook dingen samen ontwikkelen. En als jij op een niveau 2 of 3 zit, ga je misschien denken dat jij misschien heel goed bent in je expertise en dat dat misschien de juiste oplossing is voor je klant. Maar als jouw klant daar niet naar vraagt, dan ga je misschien iets heel anders ontwikkelen en tijd en geld aan besteden. En dan komt het nog steeds niet helemaal 100% over naar de wens van de klant. En daarom zien we wel dat als je naar een niveau 4 en 5 gaat, dat dat wel kostenefficiënter is. Ik kan je ook voorstellen dat je misschien wat meer gaat automatiseren. En automatiseren kost ook wel geld. Dus het is een beetje om het even. Dus het ligt meer op de waardecreatie. Dus niet per se kostenefficiënt. Mooi, dankjewel Anne. Ja, dan ga ik hem stoppen. Yes. Dan gaan we nu naar Christian Lustig van Brayton House. Hij gaat jullie iets vertellen over de Digital Employee Experience. Dus Christian, ik wil jou vragen of jij jezelf wil voorstellen en jouw presentatie wil delen. En dan is de vloer voor jou. Dat wil ik zeker, dankjewel. Even kijken of ik mijn scherm nu gedeeld heb, volgens mij. Wel? Yes, we zien hem. Mooi zo. Mijn naam is Christian, ik ben oprichter van Brayton House en ik adviseer veel organisaties over intranet, digital workplace of digitale werkplekken en over digital employee experience. Ik heb een klein beetje vals gespeeld. Ik heb namelijk niet zozeer praktische tips als wel strategische handvatten of houvast om te kijken naar de digitale werkomgeving. En dat doe ik dan onder de noemer Digital Employee Experience. En ik wil daar in vogelvlucht langs gaan. De bekendste definitie van Digital Employee Experience, ook wel DEX genoemd, dat is deze van James Robertson. Hij zegt, DEX is eigenlijk het totaal aan digitale interacties binnen je werkomgeving. En ik geloof dat dat een hele goede definitie is, maar ik denk ook dat DEX meer is. Daar wil ik vooral ook op ingaan. Ik zie het ook als kader voor digitaal werken, digitaal samenwerken en ook voor digitale cultuur. En ik wil eerst eens kijken naar welke bril kun je nu opzetten om DEX te bekijken? Welke perspectieven daarop zijn nou relevant? En de eerste daarvan is wat mij betreft de medewerker. Het is goed om enerzijds echt begrip te krijgen van medewerkers en hun behoeften. En anderzijds ook bewijs van hun gedrag op digitale werkplekken door observatie. Zo krijg je namelijk zicht op wat mensen willen en vooral ook op wat ze nodig hebben bij hun dagelijks werk. En ik zie ook wel dat te veel focus op begrip zaken vaak niet concreet genoeg maakt. Terwijl te veel focus op bewijs zorgt dat de menselijke maat een beetje uit het beeld verdwijnt. En juist die combinatie van die twee die levert op wat nodig is voor DEX. Waar ik nu niet zozeer tijd voor heb, maar wat hier wel heel erg mee te maken heeft, dat is het onderwerp digitale vaardigheden. Onderzoek wijst namelijk uit dat maar heel weinig mensen over voldoende vaardigheden beschikken om digitaal informatie te verzamelen, beoordelen, verwerken en delen en om digitaal te communiceren en samen te werken. Dus dat geldt zowel voor theoretisch opgeleide mensen als praktisch geschoolde medewerkers. Maar wat ik al zei, het voert een beetje ver om daar nu op in te gaan. Het tweede perspectief is dat van de organisatie. Je kunt hier, zoals Simon Sinek, verschillende lagen afbellen. Wat hier in ieder geval een rol speelt, is wat is nou je missie, je purpose, wat zijn belangrijke strategische thema's, wat zijn ook uitdagingen die je tegenkomt en welke oplossing heb je daar misschien bij voor ogen. Maar denk hierbij ook aan je organisatiestructuur, je organisatiecultuur, leiderschapsstijl en hoe die facetten soms in de weg kunnen staan van meer klantgericht werken, van efficiëntie in processen en adoptie van nieuwe manieren van werken en tools.
Over tools gesproken, nu wil ik pas het derde perspectief benoemen, waar weliswaar de meeste vragen rond Digital Workplace en ook Digital Employee Experience beginnen, maar dat wat mij betreft ondergeschikt moet zijn aan die eerste twee, techniek. Hier komt ook die Digital Workplace natuurlijk duidelijk in beeld. En ik vind het belangrijk om je te realiseren dat op het moment dat je als organisatie alleen maar e-mail en Word-documenten hebt, dan heb je eigenlijk al een digitale werkomgeving. En hoe ik daarnaar kijk, zal ik straks ook wat dieper op ingaan. Maar hier begint het feitelijk mee. Hè? Een digitale werkomgeving, verzameling van tools, applicaties, systemen en informatiebronnen. Die verzameling is wat je de digitale werkomgeving kunt noemen. Het vierde perspectief tot slot, dat is de fysieke omgeving. Op welke plaats doen mensen hun werk en wat is de invloed van die omgeving op hun werk en op hun samenwerken? Je ziet in ideale plaatjes van Digital Workplace vaak hippe mensen in kantoortuinen. En nou hebben die hun eigen uitdagingen, maar ik zie in mijn dagelijkse praktijk ook heel vaak docenten voor de klas, verpleegkundigen aan het bed, mensen van de plantsoenendienst, monteurs bij mensen thuis, orderpickers en distributiecentra, noem maar op. En dus de fysieke werkomgeving, die heeft ook invloed op hoe je je digitale werkomgeving kunt gebruiken en dus ook zou moeten inrichten. En voor iets langere termijn is augmented reality en virtual reality ook wel iets waar technologie en fysieke omgeving elkaar natuurlijk raken, maar ook dat voert voor nu misschien een beetje ver. Wie moet er nou aan tafel zitten? Wie moet er betrokken zijn als het gaat over DEX? Welke stakeholders zijn verantwoordelijk? Ik zie heel vaak dat communicatie en of ICT als eerste aan zet zijn als het gaat om internet en digitale werkomgevingen. En dat is op zich allebei een prima keuze. Wie er ook als eerste aan de knoppen moet draaien, dat is prima. Maar ik zie ook wel dat als deze twee elkaar niet eerst goed vinden en ook samenwerken om tot nieuwe oplossingen te komen, dan is allebei ook in principe de verkeerde keuze. Als je een stapje verder gaat en gaat kijken naar Digital Employee Experience, dan moeten deze twee afdelingen ook aan tafel zitten. Die mogen eigenlijk niet ontbreken. Je HRM of P&O-afdeling en facilitaire zaken. Is het interessante als je deze vier teams bekijkt, deze vier afdelingen, dat je ze grofweg op die vier perspectieven kunt plotten die ik al noemde. En je ziet bij het perspectief medewerker zou je kunnen zeggen, daar past bij uitstek je P&O-team, bij technologie, ICT, bij fysieke omgeving, facilitaire zaken, enzovoort. Maar ja, dat plaatje schetste denk ik wel. En misschien zeg je nu, ja, dat is wel een beetje korter de bocht, en dat is het ook. Het is niet een 100% match tussen afdeling of team en het perspectief. Maar het biedt wel houvast. En ik denk dat het denkrichting en praatrichting om er op deze manier naar te kijken. Maar we zijn er dan nog niet, want P&O, communicatie, ICT, facilitaire zaken zijn alle vier ondersteunende of stafafdelingen. Alle vier belangrijk, alle vier nodig, zeker ook voor DEX. Maar ongeacht wat voor organisatie je bent, het echte werk gebeurt niet op deze vier afdelingen. Je klanten, je burgers, je patiënten, studenten, huurders, of wat je dan ook maar als klant ziet, ze hebben allemaal met één of meer de andere afdelingen te maken. Dus het gaat erom dat je ook de mensen uit je primaire proces, uit je SNIS, aan tafel hebt rondom Digital Employee Experience. En tot slot is er nog één laag van belang, namelijk daar waar alle lijnen van bedrijfsstrategie bij elkaar komen en worden uitgezet, de budgetten beschikbaar worden gesteld en waar uiteindelijk ook besluiten vaak genomen worden. Dat is namelijk je management of je bestuur of je directie. En in de kern van dit model, dus waar alles met alles overlapt, ja, daar zit eigenlijk de crux voor Digital Employee Experience. En wat mij betreft is er ook niet één van deze stakeholders die primair de kar moet trekken. Je hebt een gedeeld belang en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En je zou een soort vereniging van aars moeten vormen om samen te werken. Digital Employee Experience biedt ook een raamwerk waardoor je kunt kijken naar Digital Workplace. Mensen gebruiken meerdere apparaten, soms tientallen applicaties naast elkaar. En samen vormen die applicaties de Digital Workplace. Dat zei ik al eventjes. Dus de Digital Workplace is wat mij betreft een concept en niet per se een product. En deze schematische weergave, afgezien van heel veel goede definities in het vakgebied, ik gebruik vaak deze schematische weergave om te laten zien hoe verhouden die applicaties zich dan tot elkaar. Daar heb ik ook schaduw-IT Office 365 in geprobeerd te plotten. Het is heel erg plat geslagen op deze manier, maar het helpt wel te praten en denken. En ik gebruik hier de term intranet.
als term om onderscheid te maken tussen, tussen wat je een digitale werkplek zou kunnen noemen en de digital workplace concept. En zo'n intranet, om dat, die term maar vast te houden, zou kunnen fungeren als de plek waar je je enterprise front door hebt. Hè, waar je de ingang vindt voor de rest van de digitale werkomgeving. Waar je ook op een gebruiksvriendelijke manier enterprise search kunt ontsluiten. En waar ook informatie en data uit legacy systemen bij elkaar komt in de vorm van microservices. Maar dat intranet kan ook dienen als zeg maar de verzamelplek waar taken en notificaties uit allerlei andere applicaties bij elkaar komen. Nou, zo kijk ik naar Digital Workplace. En dan wil ik een stapje maken naar de, ik ga maar zeggen, de wat zachtere kant van Digital Employee Experience, namelijk die van digitaal werken, digitaal samenwerken en ook digitale cultuur. Veel mensen zitten al weken aan de lopende band in conference calls en dat blijkt in heel veel onderzoeken. Jongens, dat is doodvermoeiend. Dus de vraag is, waarom videobellen we dan zoveel? Hè? Al het normale samenwerken ging toch ook niet doorlopend in vergaderingen? Nou, de Britse intranet en digital workplace specialist Sam Marshall introduceerde een paar jaar geleden een soort denkraam voor digitaal werken. En hij heeft eigenlijk verschillende soorten werk die in gewone kantooromgevingen sowieso al voorkomen, vertaald naar digitale vormen. Nou, het voert een beetje te ver om ze allemaal aan te stippen, maar ik heb ze zelf geplot in dit kwadrant, waarin ik interactie en ook deelnemers, een aantal deelnemers heb willen uitzetten. En dan zie je een beetje, op welke manier kun je dus digitaal werken en digitaal samenwerken. Tot slot, Digital Employee Experience vraagt om een goede en een groeiende digitale cultuur. Het is belangrijk om je te realiseren dat er is een verschil tussen wat we nu veel doen, kenniswerkers werken veel thuis, maar dat is nog anders dan digitaal werken en digitaal samenwerken. Er is ook onderscheid tussen plaatsonafhankelijk en tijdsonafhankelijk werken. En er is ook een verschil tussen je gewone werk doen met digitale middelen en digitaal werken en digitaal samenwerken. En om te zorgen dat digitaal samenwerken goed gaat, moet je als organisatie ook werken aan je communicatie en je samenwerkingsstijl. En dit model van concurrerende waarden van Cameron en Quinn biedt inzicht in hoe je als organisatie in elkaar steekt. En elk van deze vier culturen heeft zijn eigen indicatoren voor hoe werk ik nu effectief. En daar hangt digitaal werken, digitale tools en digitale cultuur ook nauw mee samen. Afrondend, een definitie van Digital Employee Experience naast die van Robertson waar ik mee begon, zou deze kunnen zijn. Digital Employee Experience is een holistische en strategische manier van denken over en kijken naar digitaal samenwerken en de impact daarvan op mensen en organisaties. Het biedt een raamwerk om ontwikkelingen als intranet en digital workplace te kaderen en om digitale vaardigheden van medewerkers te peilen en verbeteren. Zo staan digitale tools en digitale skills in een breder perspectief beter in lijn met organisatiedoelstellingen en met de behoeften en verwachtingen van medewerkers. Vragen? Dankjewel, Christian. Zal ik de poll starten? Ja, dat is goed. Ja. Ik zat te denken, er zijn hele mooie vragen bij de poll. En het kan zijn, als het goed is, krijgt iedereen nu de poll te zien. Ik was eigenlijk wel benieuwd als we hem van tevoren hadden gedaan en achteraf of dan hetzelfde resultaat eruit of het verschil had gemaakt. Ja. Daar kunnen we nu helaas nooit meer achterhalen. Maar de poll is zichtbaar, dus jullie kunnen de vragen beantwoorden. En mocht je de poll hebben beantwoord, dan kun je ook in de tussentijd natuurlijk vragen in de chat zetten. Het zijn stiekem natuurlijk drie vragen, dus het duurt misschien ietsje langer. Misschien leuk, Christian, om alvast aan jou te vragen. Want jij spreekt veel met ook zorginstellingen. Waar nu jij ziet dat vaak de verantwoordelijkheid ligt. Als ik het heel simpel maak, mijn opdrachtgevers zijn vaak communicatieafdelingen.
Daar begint het vaak. En die realiseren zich eigenlijk altijd. Onze vrienden van ICT, die willen we ook aanhaken. Stapje voor stapje komt P&O of HR ook wel meer in beeld. Maar het begint dus vaak bij communicatie. Mooi. Ik ga de poll even sluiten. Ik zie dat de helft van de mensen al geantwoord heeft. Dan kunnen we de resultaten nog even delen. Kijk. Krijg jij de resultaten ook in beeld, Christian? Ja, ik zie ze, ja. Leuk. Ja. Misschien kun jij er nog kort doorheen lopen. Ja, ik ben blij dat mensen zeggen, ja hoor, voor dat traditionele tussen haakjes intranet is nog steeds plaats. Of het dan het traditionele intranet blijft en welke definitie daarbij hoort, dat is natuurlijk nog een andere webinar waard. Even kijken, wat vraagt volgens jou de meeste aandacht? Dat is duidelijk de medewerker. Ik ben het daar hardgrondig mee eens. Ik geloof dat als je doet wat de medewerker nodig heeft, niet alleen maar wat hij vraagt, maar wat hij nodig heeft. Ik zal niet zeggen dat adoptie niet nodig is, dat is ook weer niet zo. Maar dat, ik ben er wel van overtuigd dat adoptie daarmee makkelijker en sneller gaat. Even kijken, interessant om te zien is dat welke afdeling zou verantwoordelijk moeten zijn voor Digital Employee Experience. Dat de meeste mensen, 32%, geeft aan anders. Nou, dat zien we natuurlijk niet. Wat dan anders? Ik weet niet, Mark, hebben we de tijd voor? Want anders ben ik nieuwsgierig als één of twee mensen even kunnen aangeven. Nou, dit en dit zie ik dan als afdeling. We hebben nog wel een minuut. Dus als mensen inderdaad in de chat willen aangeven welke afdeling ze zien. Ik ben heel nieuwsgierig. Heel nieuwsgierig naar, ja. En dan maak je ook nog eens kans op een Chromebook. Juist. Kijk, alle afdelingen samen. Dat is een mooie, ja. Misschien durven andere mensen nog naar de combi. Ja, ja. Afdeling innovatie. Helder. Die afdeling innovatie, die kan ik zelf het moeilijkst plaatsen, omdat ik natuurlijk niet zo goed weet wat voor context is dat dan, wat voor organisatie. Maar ik kan me er wel een voorstelling bij maken. De andere antwoorden gaan meer over samenwerken, de combinatie. De afdelingen die samen dat spel moeten spelen. En ook daarvan denk ik, ja, dat is absoluut waar. Wie dan het karretje moet trekken, dat maakt dan niet eens zo heel veel uit wat mij betreft. Of wie dan een soort eindverantwoordelijkheid heeft. Maar ik geloof zeker in die samenwerking van die 6 stakeholders die je op zijn minst aan tafel moet hebben. Super, dankjewel Christian. Ik ga het woord zo geven aan, volgens mij aan Don. Nu even, ja, aan Don. Dus ik wil vragen aan Don of hij zijn camera aan wil zetten. En of jij jouw schermrecording uit wil zetten. Yes, Mark, ik ben er. Ik zie nog steeds van You Cannot Start a Video because the host had stopped it. Een momentje. Dus dan moet er even overgezet worden. Ik zie hem. Start mijn video. Yes. Christian, kun jij nog jouw scherm delen stoppen? Dan kan Don zijn scherm delen. Yes. Oké, yes. Voor de mensen die Don nog niet kennen, Don is van SmartLocker. Hij gaat jullie iets vertellen over veilig communiceren om zorg te ontzorgen. We hebben ook met SmartLocker ook een koppeling in Workspace 365. Als je daar meer over wil weten, zou ik op onze website kijken. En dan geef ik nu het woord aan Don. Yes, Mark, dankjewel. Nou, goedendag, aangenaam allemaal. Mijn naam is Don van Ede van SmartLocker. Ik ben zelf verantwoordelijk voor het stuk business development. En dan in de breedste zin des woords. Dus eigenlijk het aangaan van nieuwe relaties met organisaties. In elke sector denkbaar. Die op zoek zijn naar oplossingen voor veilig mailen. Voor veilig bestanden te delen. Maar voornamelijk om daardoor datalekken te tackelen. Dat is wat wij doen. Wij voorkomen datalekken. En vandaag wil ik het met jullie hebben over veilig communiceren om de zorg te ontzorgen. Zoals ik al net al aangaf, ik spreek enorm voor zorgorganisaties. En ik denk de reden dat ik hier zit, is dat eigenlijk sinds de digitalisering in de zorg zien we natuurlijk een enorme stijging van het uitwisselen van privacygevoelige gegevens op de digitale werkplek en überhaupt in het digitale spectrum. En het interessante erbij is dat de zorg als een van de koplopers geldt voor datalekken.
Nee, dat is dus ook in die zin ook logisch, zoals ik al net al aangaf. Maar ik wil het vooral met jullie vandaag hebben over hoe kan je veilige communicatie inzetten om de zorg daardoor te ontzorgen. Want uiteindelijk wil je niet als zorgmedewerker bezig zijn van, god, ben ik nu goed bezig als het gaat om veilig mailen? Hè? Doe ik nu iets goed of fout als het gaat om dit bestand of deze informatie die ik wil delen? Je wilt als zorgmedewerker dat dat goed werkt, maar je wil uiteraard niet je nek erom breken. En zoals eigenlijk Marco aangaf, uiteraard SmartLock geïntegreerd met Workspace 365 daarvoor. Makkelijk om veilig te communiceren. Nou, misschien eerst nog even kort over SmartLocker. Wie zijn wij? Nou, we zijn opgericht in 2014 vanuit het Microsoft Accelerator programma in Berlijn. Mijn collega's Rome en Bert hebben toen de tijd Attaching IT opgericht. Zo heetten wij voorheen. En wat we toen eigenlijk waren, wij waren toen een veilige variant van Dropbox en WeTransfer. Dus mocht je een bestand veilig willen sturen, dan kon dat toen met Attaching IT. En eigenlijk al snel zetten wij toen voet aan de grond in de legal en accountancy hoek. Nou, as we speak, hè, ik zit hier niet namens Attaching IT, maar namens SmartLocker. Dus sinds een anderhalf jaar hebben wij een rebranding gedaan naar SmartLocker. En dat is eigenlijk om twee redenen. Reden één is dat wij nu meerdere oplossingen hebben om datalekken te voorkomen. Dus niet alleen maar het veilig delen van bestanden, maar ook een oplossing om veilig te mailen. Het inzetten van uploadportalen, daarover straks nog iets meer. En dat is eigenlijk allemaal verankerd dus binnen. En dan komt die ons Intelligent Data Protection Platform. Dus even de mond vol. Maar het gaat er in ieder geval om dat wij nu een databeveiligingsplatform hebben met meerdere oplossingen. Dus dat is één. Twee is dat wij niet alleen maar in de legal accountancy hoek zitten. Wij zitten op dit moment sterk verankerd eigenlijk in elke sector denkbaar waar datalekken voorkomen. Waar het belangrijk is om veilig te communiceren. En dan maak ik natuurlijk uiteraard graag nu de sprong naar de zorg. De zorg is dus een van de koplopers als het gaat om die datalekken. En bij puntje 3 is jullie staan de NTA 7516. Nou, dat is een norm. Die is vorig jaar mei in 2019 door belangenorganisaties, dan moet je dus denken aan zorgorganisaties en leveranciers, in de wereld gebracht. Om criteriapunten te stellen als het gaat om veilige ad hoc communicatie. En dat is eigenlijk dus tussen haakjes het veilig mailen in de mail. Hoe doe je dat nou veilig? Nou, wij zijn op dit moment, as we speak, in audit. Dus we zullen binnenkort daar ook voor gecertificeerd zijn. En dat is dus de strengste normering als het gaat om veilig communiceren in de zorg. En as we speak, we tellen nu iets meer dan 600 plus organisaties onder onze vlag, zeg ik dan altijd maar, met iets meer dan 100.000 eindgebruikers. En nog even in grote letters, onze missie, ik herhaal nog maar even, het voorkomen van datalekken. Maar waarom is het voorkomen van datalekken zo belangrijk? En waarom is het belangrijk in de zorg? Ik ga even een vraag aan jullie stellen. En dan moet ik toch even de pret bederven door misschien... Nou, weet je wat? Ik kan het wel even snel vragen. Wat is volgens jullie de grootste oorzaak van datalekken? Mocht je het antwoord weten, kan je het even snel in de chat zetten. Ik hoop niet dat dat al... Ik heb eigenlijk wel een beetje gespoild. Even kijken hoor. Ik pak de chat er even bij. De medewerker, ja, de social engineering zie ik staan, mail, gebruikers, de medewerker. Precies, jullie zeggen het allemaal goed. Namelijk de menselijke fout. 67% van alle circa 30.000 gemelde datalekken in 2019 is ontstaan door het verzenden van gegevens naar de verkeerde ontvanger. Dus staan er even bij stil. Hè, dat uiteindelijk nog steeds de menselijke fout zorgt voor meer dan 2/3 van alle lekken die er gemeld worden. En dat de zorg dan ook een van de koplopers bij is dus ook niet vreemd. Hè? Dus bijna 30% samen met de financiële markt. En dat is natuurlijk ook vanwege het feit dat je natuurlijk, zoals ik al zei, enorm vaak bezig bent met het versturen her en der van privacygevoelige gegevens. En dat kan, als je niet goed oplet, als er geen, zoals wij dat noemen dan, integrated awareness in zit met de oplossingen die worden gebruikt, dan is een foutje al snel gemaakt. Dan wil ik even graag met jullie hebben over, ja, hoe gevaarlijk zijn datalekken nou? Want ja, kijk, als ik een mailtje stuur naar iemand buiten de organisatie met de taart staat klaar en ik tik per ongeluk door Outlook een verkeerde Tim in, nou, dan is dat natuurlijk niet van grootste ernst. Dan heeft diegene misschien, bij wijze van spreken, als het de Tim is die ik niet bedoelde, die heeft alleen de gegevens van mijn handtekening, maar dat blijft erbij. Het wordt natuurlijk anders op het moment dat hele databestanden, van patiëntengegevens, hele kaders worden gestuurd. Dus laten we even beginnen met boetes. Hoe gevaarlijk is een datalek? Een boete. Deze kan oplopen tot 4% van de jaaromzet. Ja, ik heb een voorbeeld van een ziekenhuis uit juli 2019. Ik wil natuurlijk graag vriendjes met iedereen blijven, dus ik zet even expres niet de naam daar. Maar als jij nu snel zo meteen googelt naar datalek ziekenhuis juli 2019, dan vind je hem ook zelf. Maar het gaat erom, dit ziekenhuis
kreeg een boete opgelegd van €460.000. Nou weten jij en ik allebei dat €460.000 een behoorlijke smak geld is, waar veel mooiere en betere dingen van gedaan kunnen worden dan het afbetalen van een boete. En waarom kregen zij die boete? Omdat hun informatiebeleid in het algemeen tekortschoot. Ja, er was onder andere geen mogelijkheid tot logging. Dus dat houdt in dat je als organisatie kan bijhouden wie er bij privacygevoelige gegevens kunnen, ja of nee, en wanneer dat gedaan wordt. En ten tweede werd ook niet gebruik gemaakt van een twee-factor authenticatie als het ging om inloggen om bij die gegevens te komen. Nou, één-factor authenticatie, ik zeg maar even snel, dat is een bevestiging van de e-mailadres en de wachtwoord. En een twee-factor authenticatie is een bevestiging daarvan plus nog een sms-code. Dus dat is de meest veilige manier. We gaan verder naar imagoschade. Want los van de boetes is er natuurlijk ook een behoorlijke schade op het imago van de organisatie. Ja, er is gewoon geen vertrouwen meer, bij wijze van. Tweede voorbeeld, ander ziekenhuis, februari 2019. De inzage van patiëntgegevens konden 15 jaar lang door studenten ingekeken worden. En nou, dit is geen grap, mijn vriendin, die toen de tijd haar masterstudie deed bij het betreffende ziekenhuis, 3 jaar geleden, die kon dit ook inderdaad allemaal doen, terwijl ze gewoon een administratief medewerker was, als studentenbijbaantje. Misschien erom dat er totaal niet een bewustwording was binnen de organisatie als het gaat om, studenten die hier een bijbaantje hebben, die kunnen letterlijk dus overal bij kijken. En dat kwam ook groot in de nieuwskoppen van de NOS en de Volkskrant en noem het op. Dus dan ben je natuurlijk niet blij als organisatie, als je zo bekend komt te staan. En de derde, misschien nog eigenlijk wellicht het belangrijkste als het gaat om hetgeen wat gelekt wordt. Dit voorbeeld is uit maart 2018 van een medisch centrum. Er werden namelijk toen gegevens gelekt van circa 50 jonge HIV-patiënten via een nieuwsbrief. Ook dit kwam groot in het nieuws. Wat er gebeurde is dat de medewerker die dit eigenlijk altijd al deed, die had door een menselijke fout, is het toen verkeerd gegaan. Want de medewerker had in plaats van in de BCC alle adressen in de CC gezet. Zo zie je maar dat de menselijke fout kan er gewoon voor zorgen dat jij als jong HIV-patiënt, dat jouw informatie op straat komt te liggen en dat je van rechts en links van elkaar weet wie wel of geen HIV heeft. Dan ben ik al eigenlijk gekomen nu op, we hebben het net gehad eigenlijk over de gevaren. En wat is eigenlijk nou belangrijk als het gaat om dat je wilt dat zo'n datalek voorkomen wordt. Nu even kort nog de tips en tricks voor veilig mailen / bestanden delen binnen die digitale zorgwerkplek. We beginnen even algemeen. Je wil uiteraard als zorgorganisatie dat je voldoet aan regelgeving en een algemene vorm van dataveiligheid hebt ingesteld. Denk je dan ook bij de regelgeving aan de AVG, ook aan de NTA 7516, die criteriapunten voor een veilige ad hoc communicatie. En ten tweede komen we al heel snel ook op het vergroten van bewustwording. Je tackelt gewoon enorm veel datalekken als je je medewerkers attendeert wanneer zij bezig zijn met het versturen van veilige informatie. Je kan uiteraard ook nog trainingen organiseren, trainings, dus bijvoorbeeld adoptieprogramma's of phishing mails intern, kijken hoe mensen daarop reageren. Dat is uiteraard ook goed om dit bewustzijn te vergroten. Maar als derde wil je ook natuurlijk uiteraard dat er moet een goede balans tussen veiligheid en gebruiksgemak zijn, als het gaat ook om oplossingen die deze datalekken voorkomen. En wij spreken dus enorm veel zorgorganisaties en hetgeen wat wij het meest horen is dat ze er vaak veiligheid en gebruiksvriendelijkheid als twee tegenpolen zien. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je daar als zorgorganisatie kennis van hebt welke leveranciers en welke oplossingen daar een goede balans in hebben. Dus uiteindelijk wil je gewoon ervoor zorgen dat er een veilige omgeving is met een veilig communicatieproces. Veiligheid voor, tijdens en na verzending van deze privacygevoelige gegevens online in die digitale zorgwerkplek. Nou, en als laatste natuurlijk even, hoe helpt SmartLocker daar nou bij? Ik kan het even aangeven. We helpen dus middels onze veilige mailoplossing. Dat is een plugin voor Outlook. En we hebben ook dat staat voor de client, dus voor Office 365 of Outlook. Maar we hebben ook uiteraard een OWA-integratie, dus dat is voor de webvariant. En er zijn ook heel veel organisaties in de zorg die maken niet gebruik van Outlook Client, maar doen dat online via het web. En daarnaast zijn wij bezig nu met een SMTP Relay Service. En wat dat eigenlijk simpelweg betekent, is dat wij nu bezig zijn om onze oplossingen via de backend te programmeren. Dus dan maakt het niet meer uit of je gebruik maakt van Mac, Gmail, Outlook, dat wordt allemaal via de achtergrond versleuteld en veilig kan je dan mailen en bestanden delen. En uiteraard zijn onze oplossingen ook makkelijk te integreren met de verschillende API's van zorgorganisaties. Nou, met die oplossingen die we aanbieden. Ik vergeet trouwens eentje, zie ik hier. Het inzetten van uploadportalen. Ja, naast veilig mailen en veilig bestanden delen maken ook veel organisaties, zeker ook in de zorg, nu gebruik van onze uploadportalen. Dat is een link die zet je op je site. En dan kan je daar vanuit
van buiten de organisatie kan je dan veilig berichten en bestanden uploaden via die link op jullie site. Uiteraard in eigen huisstijl en dergelijke. Dus dat je ook vanaf buiten veilig die communicatie de kant op kan krijgen van de organisatie. Nou, met al die oplossingen bij elkaar opgeteld helpen wij dus om te voldoen aan die AVG en aan die NTA 7516. En toch om het over USP's te hebben, dan horen wij vaak, en dat zien we ook vaak, dat onze geïntegreerde bewustwording, onze integrated awareness en hoge gebruiksvriendelijkheid vaak worden genoemd. Ja, dus denk je bij vooral aan dat het moment dat jij een mailtje aan het tikken bent, dan wil je weten dat je veilig mailt, maar je moet niet je nek erom breken. Dus vandaar dat wij de zorg willen ontzorgen, middels onze oplossingen, dat je daar zelf niet continu bezig mee hoeft te zijn, en dat je weet dat het veilig zit. En daarnaast is de balans tussen gebruiksvriendelijkheid en veiligheid enorm belangrijk. Als iets te veilig wordt en te weinig gebruiksvriendelijk, gaan mensen het niet meer gebruiken. Als het te gebruiksvriendelijk is en niet meer veilig, dan zie je dat er uiteindelijk ook een datalek kan ontstaan. Ik heb expres een beetje teasing gehouden. Ik heb natuurlijk niet een kleine demo kunnen voorbereiden in deze 10 minuten. Ik ben nog iets over mijn tijd, zie ik hier. Ik ga nu ook direct afronden, Mark. Wil je meer weten? Boek uiteraard een vrijblijvende online demonstratie. Connect met mij op LinkedIn en kijk op onze site. En dan ben ik nog benieuwd of er korte vragen zijn voordat de poll. Of die hebben we natuurlijk al gehad, excuus. Of er nog vragen zijn. We kunnen de poll tegelijkertijd doen. Ik heb hem gelanceerd. Doen, yes. Donna heeft als vraag, welk cijfer geven jullie informatiebeveiliging? Ik zie ondertussen een vraag in de chat binnenkomen, dus die zal ik ook even voorlezen. Dat is van Bas Haarhuis en hij vraagt, wat is het verschil qua beveiliging met veilig mailen in Exchange Online en veilig versturen met SharePoint? Dat is een vraag die hij kan beantwoorden. Dan ga ik meteen even met de deur in huis vallen. En dan kom ik nu over alsof ik er niks van weet, maar ik ben niet de technische man. Ik ben hier echt even om een kleine productpresentatie te geven, dus ik durf daar eigenlijk niet 1, 2, 3 een antwoord op te geven. Daar moet ik even een collega voor hebben. Daar zullen we op terugkomen dan. Ja, daar kom ik inderdaad op terug. Ja, excuus, ik ben daar maar eerlijk in. Ik ben niet de technische man hier, dus ik ben je natuurlijk uiteraard om even het platform van SmartLocker te laten zien hoe wij jullie kunnen helpen om de zorg te ontzorgen. Als het echt om gaat om technische vragen, dan heb ik mijn collega die uiteraard zo meteen jullie ook kan bijstaan daarover. Kijk, gezien de tijd ga ik de poll sluiten. Ik zie nog wel antwoorden binnenkomen. Ik zie trouwens nog één vraag. Welke handeling moet de ontvanger doen om het e-mailbericht te ontsleutelen? Welke handeling de ontvanger moet doen om het e-mailbericht te ontsleutelen? Je krijgt een mailtje binnen met daarbij de tekst ook in eigen huisstijl van SmartLocker. En daarbij wordt uiteraard gezegd van je krijgt een mailtje binnen. Vanuit het logo van de organisatie die dat mailtje verstuurt, dan klik je op de link en dan kom je dus in het veiligste portaal terecht. In onze SmartLocker. Met een TOS-verbinding, met een 1- of 2-factor authenticatie log je dan in. En dat is ook met een single sign-on. Technologie die wij gebruiken, dus dat staat eigenlijk simpelweg in dat dat maar eenmalig hoeft. En dan verifieer je dus de andere persoon. En in plaats van dat je dus constant dus dat inlogdebakel hebt, dat je continu moet inloggen om die veilig bericht te openen, kan je een retentieperiode instellen. Dus dat houdt in dat je dus bijvoorbeeld 2 weken kan zeggen, nou, je doet het 1 keer en dan vanaf dat moment kun je veilig mailen met elkaar zonder oponthoud van gebruiksgemak. Mooi, ik zie de cijfers op jullie scherm. Ik zit ook even te kijken naar de cijfers. Ik zie minimaal 6, dus dat is in ieder geval goed. Maar dat kan uiteraard natuurlijk altijd beter. Maar het is mooi om te zien dat mensen in ieder geval boven de 6. En ik zou zeggen, de mensen met een 6, jullie kunnen uiteraard mij een berichtje sturen. Wij helpen graag. En de mensen die het niet ingevuld hebben, zullen er misschien onder zitten. Maar dat laten we even in het midden. Als mensen niet durven, dan dat kan ook. Ja. Super, ja, dankjewel Don. Erg interessant, ook die voorbeelden die je liet zien. Ik denk dat dat voor veel mensen ook een besef inderdaad dat zo'n datalek los van een boete, wat dat ook voor persoonlijke impact heeft op mensen, dat is gewoon iets om in gedachten te houden. Ook een van de redenen dat we deze sessie organiseren. Omdat zorg, het is gewoon het helpen van mensen. Dus dat is ook heel belangrijk daarbij. Ja, dus dankjewel Don. Mag jij jouw scherm stoppen met delen? En dan gaan we over naar Maria, nog vlak voor de lunch. En dan ga ik even Maria vragen om haar video te delen. Yes, wij zien jou Maria. Yay. Hallo, welkom. Hallo. Ik zie ook al inderdaad jouw presentatie, dus dat is mooi.
Maria, die gaat met jullie het hebben over digitale kanaalstrategie. Zoals ik al zei tijdens die vorige sessie, was het ook duidelijk dat gewoon qua communicatie organisaties ook nog deels zoekend zijn. Sommige oplossingen zijn heel snel uitgerold in de afgelopen tijd. En Maria, die heeft veel ervaring hierin en die gaat jullie hier meer over vertellen. Dus ik geef het woord aan jou, Maria. Dankjewel, Mark. Ja, heel leuk om hier inderdaad kennis te delen. Digitale kanaalstrategie. Ik zal heel even kort zeggen wie ik ben en wat mijn werk is. Ik werk dus bij Evolve en ik ben consultant of adviseur interne sociale media en digitale werkplek. Wat ik daarvoor doe is eigenlijk simpel gezegd in drie stappen platform selecteren. Bijvoorbeeld Office 365, al dan niet met zo'n mooie schil als die van Workspace 365, zeg ik het zo goed, Mark, eigenlijk. Mooi. Dus die platformselectie, wensen, eisen ophalen, maar dan vervolgens zorgen dat het ook daadwerkelijk komt. Dus de projectbegeleiding, maar ook contentmigratie, dat soort dingen. Dus komen we al een beetje richting de kanaalstrategie. En tot slot, en persoonlijk vind ik dat het zelf het leukste, ja, ook wel de eerste stap trouwens. Het zorgen dat het ook echt werkt in de organisatie. Dus echt, hoe zorg je ervoor dat mensen de weg weten? Waarvoor gebruik je het in het dagelijkse werk, zodat het dagelijkse werk op de werkvloer, of het nou in een verzorgingstehuis of in een ziekenhuis of een ambulante woning of waar dan ook, het dagelijkse werk beter, makkelijker, sneller wordt. Dus dat is een beetje wat ik doe bij Evolve. En de komende 10 minuten, en ik zal jullie inderdaad niet afhouden van jullie lunch houden, dus ik probeer ook echt binnen de tijd te doen. Oh ja, en belangrijk iets, ik wil je vooral uitnodigen om echt je vragen te stellen, nu of later. Liefst nu natuurlijk, dat is gewoon leuk. En ook te laten weten wat je ervan van vindt. En een veelgehoorde vraag, of veelgestelde vraag als we ergens komen bij een organisatie, is van ja, je logt in en dan. En wat daarmee wordt bedoeld is, wat gebruik je nou eigenlijk waarvoor? En zeker bij Office 365 is het, en ook voor ons, voor mij, nog steeds ook echt een weerbaar aan heel veel verschillende applicaties en tools. Laat staan dat je dan nog kunt bedenken waarvoor je wat inzet. Dus ik wil graag mijn ervaring die we tot nog toe daarover hebben ingezet. Ik zet ook even de tijd voor mezelf aan. Heb ik meteen even een poll, dus ik zet je meteen aan het werk, Mark. Mijn collega's weten direct wat de bedoeling is als ze de homepagina zien. Ik ben benieuwd wat je daarvan vindt, of je daarin herkent of niet. We krijgen meteen allebei de vragen trouwens met de poll. Oh, dat is helemaal prima. Ja, ik heb ook een tweede poll inderdaad, die was wat verderop, maar die kan ook prima nu beantwoord worden. Namelijk, mijn collega's zijn over het algemeen digitaal vaardig. Dat is een beetje een gemene vraag, een flauwe vraag zelf, maar ik ben toch benieuwd wat daaruit komt. En waarom ik die eerste vraag... Yes. Want ik zie dan deze in beeld en dat hoeft niet per se. Zo. Waarom ik dat dus een belangrijke vraag vind, die eerste vooral, is omdat ik je echt op het hart wil drukken. Juist omdat we dat zo vaak verkeerd zien gaan in organisaties, of je naar het begin van een implementatie of verder je al een platform hebt. Ga vooral echt in gesprek met collega's. En dat klinkt als een open deur, maar nogmaals, ik zie het echt, we zien het echt vaak misgaan dat mensen te veel aannames doen of vanuit hun eigen visie werken. Dus ga echt in gesprek om erachter te komen, wat hebben jouw collega's nodig? En er zijn natuurlijk een heel veel verschillende types collega's. Maakt namelijk uit of je een zorgmedewerker bent of een kwaliteit, iemand van de afdeling kwaliteit of een zorgmanager. Dus dat is echt mijn eerste belangrijke tip. En dat sluit ook een beetje aan wat Christian volgens mij eerder zei. Medewerker is echt uitgangspunt. Want dan kun je vervolgens inzoomen op wie gaat wat gebruiken. Ik weet niet of vooral wat uitkomsten van de poll al zijn die interessant zijn om te delen. Jazeker, daar komt-ie.
Even kijken. Mijn collega's vinden direct de weg als ze de homepagina zien. Werken we aan. Heel goed. Ja, en ik hoop ook echt, ik heb geprobeerd wat concrete tips te geven om jullie daarmee verder op weg te helpen. Om die weg dus te wijzen. En mijn collega's zijn over het algemeen digitaal vaardig. Dat is mooi. Dan heb ik op het einde nog een praktische tip daarvoor. Ik ga proberen de poll te sluiten. Dat moet op een charmantere manier kunnen, maar ik doe het even zo. Wie gaat wat gebruiken? Dit is vaak het beeld van de organisatie of de medewerker. Maar je weet dus ook dat het intranet of de digitale werkplek op verschillende manieren gebruikt wordt. We doen zelf één keer in de twee jaar een groot onderzoek. Waarin we ongeveer 170 organisaties door heel Nederland, dus niet alleen zorgorganisaties, maar waaronder ook zorgorganisaties, aangeven waarvoor gebruiken ze hun digitale werkplek of sociaal intranet. En de top 3 daarvan wat er uitkomt is nieuws lezen, HR, dus inderdaad, wat is mijn verlof? Dus echt die HR-taken of primaire processen. En denk aan, ik ga een storing melden, mijn pc doet het niet, of ik wil graag, ik noem maar wat, incontinentiemateriaal bestellen voor mijn bewoners van de woning. Die primaire processen, daarvoor wordt het gebruikt. Maar als je kijkt verder nog naar Office, naar wat ik al zei, het heeft nogal wat applicaties. Kun je het nog verder onderverdelen en voor jezelf, maar ook voor de organisatie duidelijk maken welke tool vanuit Office gebruik je waarvoor? En als je kijkt bijvoorbeeld naar interactie, samenwerken en interactie, zie je bijvoorbeeld dat de bovenste Teams en de derde Yammer zijn bijvoorbeeld heel erg geschikt voor interactie. Maar Teams zet je bijvoorbeeld meer in voor als je in een besloten zorgteam praktische informatie wil gaan uitwisselen, bijvoorbeeld. En Yammer kun je bijvoorbeeld beter geschikt voor organisatie breed. En SharePoint, haak ik even terug op dat onderzoek van ons, dat kan dan weer heel geschikt zijn voor nieuws delen. En dan is het wel heel fijn als er een schil overheen ligt, zoals Workspace, 365, waarin dat iets logischer of intuïtiever ontsloten wordt dan de kale homepagina van Office 365. En wat hier niet is opgenomen, maar dat zou ik zeker wel doen als je zoiets voor je eigen organisatie maakt, is helemaal rechts. Bijvoorbeeld ook wat je verder wil ontsluiten naar ECD, naar een topdesk bijvoorbeeld, of naar videobellen, dat is zeker nu veel populairder geworden in een veilige omgeving, We See You of een therapieland, dat je dat ook op die manier daar ontsluit. Zijn er inmiddels vragen, Mark, die ik tussendoor kan beantwoorden? Of bewaren we dat voor het einde? Ik zie één vraag over de analyses. Of die inderdaad de zorg vertegenwoordigen. Volgens mij gingen die analyses over alle organisatietypes. Ja, en we hebben, maar dat kan ik wel opzoeken. Het staat me bij dat we er wel voor de zorgorganisaties een keer apart hebben getrokken. Neem dan vooral even contact op en anders kan ik die sowieso wel delen met jou, Mark, dat je die onder de deelnemers verspreidt als ik die kan vinden, als we die inderdaad hebben, bedoel ik. Lijkt me een goed idee. En nog één vraag van Mark Jans is of jullie ook standaard personas hebben voor de zorg. Ja en nee. Het hangt sowieso heel erg af van of je nou met een, je kunt jezelf ook voorstellen of je met een ziekenhuis of met een oudere zorginstelling te maken hebt of gehandicapte zorg. Ik zelf heb wel toevallig in alle drie gewerkt, dus ik weet hoe verschillend dat is. Maar je hebt allemaal natuurlijk wel met de zorgmedewerker, de zorgmanager. Iemand die kwaliteit beheerst. Dus in die zin, en het ondersteunend personeel, dat zijn ook meer de algemene bakken. Maar als je, en dan pak ik hem even terug naar mijn, dus ik hoop dat ik in die zin al antwoord heb gegeven op je vraag. En dan pak ik hem heel even terug naar de presentatie hier. Want je hebt namelijk heel vaak dit plaatje. Want de organisatie, zoals dat allereerste plaatje van de medewerker, nou ja, die bestaat natuurlijk niet. Je hebt allemaal verschillende communities binnen een
binnen een instelling. Dan maakt het niet uit wat voor soort instelling je bent. En ook dan kun je de tools van Office 365 verder inzetten. En je zult zien dat er drie blokken zijn met iedereen. Want jij wil zijn werk niet productief doen. Of wil niet een document opslaan of delen. Maar ook daarin zou ik echt adviseren, als je zo'n schabloon verder wilt uitwerken, dat een zorgmedewerker, die zal vast een keer iets in een Word-document opslaan, maar misschien veel minder dan een zorgmanager. Dus ook hierin, ook al weet je dat iedereen er gebruik van maakt, kun je het nog verder specificeren. En zeker bij die communities, en daar ga ik verder vandaag niet op in, maar het is wel heel leuk om daar verder naar te kijken hoe je die verder kunt inrichten en activeren. Maar je kunt je voorstellen dat als je over verschillende vestigingen diëtisten hebt, die zijn niet zo heel, die zijn nogal dun gezaaid, meestal in één organisatie, maar ja, die willen juist kennis delen. Die kun je heel goed via een Teams, kun je die met elkaar verbinden bijvoorbeeld. Of zorgmanagers die over binnen of over verschillende vestigingen heen met elkaar willen sparren over, of schabloon willen delen, zodat ze niet elke keer het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. Dus op die manier kun je voor jezelf, maar nogmaals ook voor je organisatie, het inzichtelijk maken en een beetje duiden welke kanalen zet je waarvoor in. En dat is dus ook een beetje het chique woord voor kanaalstrategie. Ja, wat zet je waarvoor in? En maak dat duidelijk voor jezelf en voor de organisaties. Nou, deze hebben we net al gehad. En dat is een beetje flauw. Ik was blij te zien dat de meeste van jullie wel digitaal vaardig zijn. Want dat sluit niet helemaal aan bij mijn ervaring. Maar is dat de perceptie vaak is van, nou ja, dat moeten ze toch kunnen. Maar zodra mensen vooral met Office 365 aan de slag gaan, is mijn ervaring dat mensen echt de weg kwijtraken. Dus mijn tip daarbij is ook, kies of je nou platform hebt of niet. Of je er al wel mee werkt of nog niet. Kies welke tool je wanneer uitlicht. En pak dat ook echt gefaseerd aan. Het is helemaal prima dat het al is, want in Office kun je niet iets uitzetten. Je hebt het allemaal. Maar je kunt wel beïnvloeden wanneer je wat uitlicht. Ga je eerst nieuwsberichten uitlichten? Nou, prima. Ga je dan vervolgens zeggen van, nou jongens, we hebben een Yammer-tijdlijn. Prima, ga daar dan aandacht aan besteden. Dus ik zou niet alles in één keer uitrollen, om even dat vieze woord te gebruiken. Dus maak daar een keuze in. Volgens mij zit de tijd erop. Maar ik ben heel benieuwd naar wat jullie hiervan herkennen. En ook waar jullie direct mee aan de slag zouden willen gaan. Op basis hiervan, of überhaupt van alle presentaties die jullie al gehoord hebben, van mij, wat mij betreft. Dankjewel, Maria. Ik heb meteen een vraag. Wat herken je ook nu bij organisaties dat, zeker nu Teams zo snel uitgerold is bij veel organisaties, dat daar ook inderdaad het stukje is gemist van het bewust een keuze maken in wat je waarin voorzet? Goeie vraag, leuke vraag. Ik denk het wel. Wat ik zie is dat Teams nu vooral heel veel gebruikt wordt voor beeldbellen. En daar zijn eigenlijk twee opmerkingen over. Vaak is het helemaal niet veilig, zeker als het met cliënten is, wat heel positief is, want je wil je cliënt helpen, maar er wordt toch Teams ingezet. Nou, dat zou ik echt niet doen. Ik ga te snel door de bocht. Wat ik bedoel te zeggen is, vaak is de organisatie het daar niet mee eens. De gegevensfunctionaris heeft er andere ideeën over. En het tweede is dat je Teams veel gerichter kunt inzetten dan alleen videobellen. Dus er zijn veel andere functionaliteiten binnen Teams. Bijvoorbeeld een planbord, takenactielijst. Verschilt heel erg per team en organisatie. Voor sommigen is het heel handig. Ja, voor de anderen die gebruiken dat niet. Ja, herkenbaar. Ja. Andere opmerkingen of als je iets wilt delen van, oh ja, dat herken ik zeer of benieuwd naar? Ik vermoed dat misschien mensen ook ondertussen een broodje zitten eten dat type handig is. Vergeet niet dat goede opmerkingen beloond worden met een Chromebook. Ja, precies. De beste opmerking in ieder geval. Ik heb in ieder geval nog, dit is niet allemaal voor nu, maar die geef ik mee voor jullie thuis, voor de organisatie. Gewoon een paar, je kunt 100 vragen bedenken, maar we hebben even een aantal vragen op een rijtje gezet, waarmee je een soort van checklist, om gebruik te stimuleren.
En nogmaals, weet me te vinden bij vragen of als je het gewoon wil laten weten hoe je het vond. Dus altijd welkom en leuk om mee te denken. Super, dankjewel Maria. Ja, graag gedaan. Ik wil jullie allemaal bedanken. Dit was de eerste, of eigenlijk de tweede sessie van de zorgcirkel, hoe we het genoemd hebben. Dus we zijn bezig om, eigenlijk wilden we dit offline doen dit jaar, om een community op te zetten waarin we elkaar als zorginstellingen en als leveranciers binnen de zorg en consultants binnen de zorg elkaar te ondersteunen om echt een ideale digitale zorgwerkplek te creëren. Om zo eigenlijk het werk van zorgmedewerkers te vereenvoudigen. Dus deel vooral ook de resultaten van deze sessie met je collega's. Ik zal een mail sturen met ook de onderzoeksresultaten en documenten die hier gedeeld zijn tijdens de sessie. Heel erg bedankt. Tegen wat ik jullie nog wil zeggen is, ik hoop dat jullie het een leuke sessie vonden. En ik wens jullie een hele fijne lunch. Dus dank jullie wel allemaal, ook de sprekers. En tot de volgende keer.